vertellen wat er vandaag georganiseerd wordt hier? Ja, dit is de jaarlijkse open dag van het CAN. De Stichting CAN, Culturele Activiteiten in Nuenen. En we hebben elk jaar een open dag waarin we de docenten vragen om hier tegen de potentiële cursisten te vertellen wat we dit jaar gaan doen. En we hebben vandaag duidelijk een drukke dag. We zijn er erg blij mee met de opkomst. Docenten zijn er bijna allemaal en we hebben een prachtig programma voor het volgend cursusjaar. Ja, over het programma. Wat wordt er al zoal geboden? Oh, erg veel. We hebben dans, we hebben beeldende kunst, we hebben theater en we hebben het voor kinderen en volwassenen. Een enorme variatie. Ik denk dat we 45 cursussen hebben en 12 workshops gegeven door 23 docenten. 23 gediplomeerde kunstenaars die dus echt cursus kunnen geven en omgaan met mensen die les willen hebben. En wat is uw functie binnen het CAN? Ik ben de secretaris van het CAN en omdat we nu geen voorzitter hebben, ben ik ook ad interim voorzitter. Ja. En wat doet nou een secretaris voor het CAN? Ik weet wel wat een secretaris doet, maar iets meer uitleg erover. Nou, eigenlijk de functie secretaris is niet zo'n grote functie. Maar in het dagelijks bestuur met nog een penningmeester en twee cursuscoördinatoren hebben we wel een behoorlijke taak om het hele CAN draaiende te houden. We hebben 600 cursisten per jaar, 600 tot 700 cursisten per jaar. 23 docenten, dat moet toch allemaal in goede banen geleid worden. Ja. Is het een commerciële organisatie? Nee, de CAN is een stichting zonder winstoogmerk. Dus al het geld wat verdiend wordt, wordt betaald aan de docenten. Het zijn hun salarissen. Aan de huur van het klooster, waar we al heel lang gebruik van maken. Investeringen in middelen voor de cursisten. Dus gereedschappen en van alles. Ja. Maar ik heb begrepen dat inderdaad de docenten betaald worden, maar dat het verder draait op vrijwilligers, klopt dat? Ja, dat klopt. We hebben verder nog één administratieve kracht, die wordt nog betaald. Die doet zoveel. Die wordt nog betaald. De rest zijn vrijwilligers. We hebben 12 vrijwilligers die het hele CAN besturen. Ja. En redt u het daarmee? Niet zo makkelijk. En we zijn ook wel op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Het belangrijkste wat we nodig hebben is een klusjesman. iemand die gewoon helpt bij dingen die kapot gaan. Tafels, bokken, gereedschappen, kasten. Ja, vaak een slotje kapot of wat dan ook. En daar hebben we eigenlijk niemand voor die dat soort dingen kan. Dus een echte handyman, dat is op dit moment de vrijwilliger die we het liefste zouden hebben. Ja. Daarnaast vinden we wel dat we op cursuscoördinatie en dat soort dingen nog wel hulp kunnen gebruiken. Ja. Hoe kunnen mensen zich aanmelden? Ze kunnen mij altijd bellen. Mijn telefoonnummer staat natuurlijk in de folder van het CAN. De folder is vorige week weer verspreid. Iedereen zal hem gezien hebben. Daar staat ook het hele cursusaanbod in. Maar er staat ook het bestuur met telefoonnummers in. Dus iemand die zegt, hey, ik wil het CAN wel komen helpen, die kan mij bellen. Ja. Nou, dankjewel en succes verder. U bent docenten bij het CAN. Voor welk vak zal ik het maar noemen? Ik ben docent tekenen en schilderen, maar ik ben ook inhoudelijk coördinator. En ik loop eigenlijk al vreselijk lang mee met het CAN. Dus je kan me ook over het CAN van alles nog wat vragen, maar ook over het vak, zeg maar. Ja. Nou, ik wilde het even over het vak hebben, want wat leert u nou aan mensen? We leren de mensen om wat ze in de werkelijkheid zien, dat is dan in de eerste plaats, om dat op het platte vlak te krijgen. En dat is al een heel ingewikkelde vertaling, hè? Want je moet van iets ruimtelijks, moet je iets op het platte vlak zien te krijgen. Dus dat vereist de nodige vaardigheid en techniek, zeg maar. Hè? En ook is het een ingewikkelde vertaling in je hoofd om van iets ruimtelijks iets plats te maken. Maar dat is dus werken
naar de werkelijkheid. Maar we proberen als mensen de basis te pakken hebben, zeg maar, als ze enige vat hebben op het vormgeven op het platte vlak. He, er komt heel wat bij kijken. Je moet ook lijnvoering moet je beheersen, ruimtelijkheid dan weergeven. Met licht en donker moet je leren werken. Proberen we mensen een bepaalde vaardigheid te geven in het inzicht krijgen wat ze zelf aantrekkelijk vinden, wat hun eigen werkelijkheid eigenlijk is. Om daar een inventarisatie van te maken, een beeldinventarisatie, en daar dan een opdracht uit te destilleren voor zichzelf. Dan zijn ze al heel veel stappen verder en dan hebben ze de basis eigenlijk al achter de rug en dan zijn ze aan het persoonlijke invullen toe, zeg maar. Maar ik denk wel dat je tekenen of schilderen een beetje in je moet hebben. Ja, dat is altijd in de eerste plaats. Mensen hebben vaak op de basisschool wel wat getekend en dan zijn ze in feite het bos ingestuurd en dan van, nou ja, zoek het maar uit. Terwijl je kunt aan de hand van een docent, kun je natuurlijk heel veel leren en kan heel veel je duidelijk worden. Een kubus leren tekenen, een cilinder leren tekenen, dat zijn... En een kegel, dat zijn in feite de basisvormen van alles eigenlijk. Dat zei Cézanne ook en daar zijn we nog steeds van overtuigd. Hè, dat als we dat nou eenmaal te pakken hebben, dan kunnen we eigenlijk alles wel zo'n beetje tekenen. Hoe zijn de reacties van de cursisten over het algemeen? Maar mensen zijn erg leergierig en onze docenten zijn allemaal opgeleid aan academie. Ze hebben allemaal een Academie voor Beeldende Kunst opleiding. Met een didactische aantekening als ze niet op een lerarenopleiding hebben gezeten. En die zijn allemaal in staat om op de vragen die mensen stellen in te gaan. En die ook te vertalen en te begrijpen. Dan bieden wij dus ook gewoon houvast daarin. En over het algemeen moet ik zeggen dat mensen daar tevreden over zijn. Ze komen terug en hebben het gevoel dat ze hier wat leren. Dus... Ja. En dat is het allerbelangrijkste. Dat is het allerbelangrijkste. Oké, dankjewel en heel veel succes. Ja.